blauw en grijs. Het was niet blauw-blauw. Dus ik weet het niet. Ik heb gisteren een test gedaan. Ik heb eergisteren een test gedaan. En ze waren allebei positief. Heeft of de test geslaagd is, dus of die niet mislukt is. Dat lijntje was 2 keer super lichtblauw, dus ik weet het niet. Daarom heb ik nu een betere test, de Clear Blue, die digitale versie. Die ga ik nu doen. Ik ben echt al 3 dagen zelfs ziek ervan geworden, omdat ik niet weet wat ik moet doen. Deze van maandag. En deze test is van dinsdag vandaag. Ik weet ook niet hoe dat nu zit met mijn werk, want ik mag niet werken.
als ik zwanger ben en het kunnen trouwen is. Oké. Ik ga even bekomen van deze moment. En dan ga ik bellen naar mijn huisarts. En ik zie jullie later terug. Move and bend. Hoe? Wat bedoel je? Move and bend. Van baby voor daddy. Weet je dat? Ben je zwanger nu? Nee.
Jimmy net? Jimmy net? Wachtzaal 7. Kom. So exciting. We zijn net uit het ziekenhuis, hier in St. Franciscus ziekenhuis in Heusden. En we hebben net het nieuws gekregen dat we tezamen 7 weekjes in verwachting zijn. Yeah! Mama, jij dacht al ook hamilees. Wil je dat dan? Wil ik de hamilees? Araba, jij bent dik. Ik drink trouwens water met citroen met een liedje, met zo'n glazen liedje, omdat citroensap dus heel schadelijk is voor je lippen. Heel schadelijk is voor je tanden. Dat kan de zuur van je tanden aantasten, dus moet je dat eigenlijk drinken met een liedje. Zodat de citroensap niet op je tanden komt, terechtkomt. Maar dat is nu niet belangrijk. Laten we beginnen met het begin. Zondag voelde ik mij niet goed. En ik kon niet zeggen dat ik iets had. Maar ik voelde mij zo heel zwakjes. Ik kreeg niks gedaan. Ik heb de hele dag in de zetel gelegen. En het voelde gewoon vreemd. Ik voelde me niet als anders. Ik ben gewoon heel suf. Die dag ervoor, terwijl we weten dat iets was gaan halen in de hals van het sushi en daarom, wat ik niet mocht eten, ben ik stiekem naar het kruidvat hier in Kortel gegaan. Niet in Beringen, omdat daar natuurlijk heel veel kennissen zijn. Daar heb ik zwangerschapstesten gehaald. Ik snap eigenlijk nog altijd niet waarom ik dat gedaan heb. Ik was niet misselijk. Ik voelde me niet ziek. Ik voelde niks bijzonders. Het enige wat ik voelde was dat ik... Ik voelde me zo opgeblazen wanneer je zo te veel eet, dat je je zo gewoon opgeblazen voelt. Ook niet iets onbekends of zo. Ik snap niet waarom ik dat dus uiteindelijk gedaan heb. Toen ik het ging halen, dacht ik van, eigenlijk heb ik toch al een tijdje mijn regels niet gehad. Ja, heel raar, maar ik had er tot op dat moment eigenlijk niet bij stilgestaan dat ik mijn regels al een tijdje niet gehad had. Maar ik kon ook niet specifiek zeggen, ik heb het vanaf die datum niet meer gehad, dus is dat over tijd, is dat een nieuwe tijd? Waar was ik allemaal mee bezig? I don't know. Ik heb 3 testen gehaald. Er zaten er 2 in een doosje van kruisvatmerk Early. En dan heb ik ook een duurdere test genomen, de Clear Blue, waar dat dus ook echt op staat hoeveel weken dat je zwanger bent. Een zondagochtend. Ik wist dat je best 's ochtends kunt testen, omdat je waarde dan het veld zijn in je urine en dat je dan een duidelijker of representatiever beeld kunt krijgen. Dus dat heb ik die ochtend gedaan. Dus je moest een streepje in je controlevenster krijgen. Die was super vaag. Dus ik wist niet, is het nu een geslaagde test of niet. Aan de andere kant moest je of een min of een plus krijgen. Ik zag super duidelijk en onmiddellijk, zonder een minuut te wachten of niks, zo'n lijn en zo'n lijn. Maar, kon het niet
geloven, ik wilde het niet geloven, denk ik. Ik zag een zwarte lijn en een donkerblauwe lijn. En ik dacht, ja, die kleuren, dat klopt niet. Het controlevenstertje, die streep, dat was super vaag. Het zou wel niks zijn. Ik was wel bibberen, ik was in shock, maar ik wist niet wat dat inhield. Ontkenningsfase, eigenlijk. De dag daarna, die ochtend, heb ik nogmaals super stiekem de test gedaan. Amai, het was direct een kruis. En een nog vager controlevensterstreepje. Dus ik dacht, die testen die zijn niet zo goed. Ik moet misschien toch de Clearblue maar gaan gebruiken. Want dit is me niet duidelijk. Hoewel, bij de minste kruis, hoe vaag dat die ook is, is dat een teken van positief. Dus teken van zwangerschap. Mijn kruis was super dik. En nog viel mijn vrouw niet. De dag daarna heb ik dan een derde test gedaan. De Clearblue test. Ook positief. En er stond op plus 3 weken. Dus meer dan 3 weken. Toen besefte ik pas dat het echt zo ver was. Ik wist gewoon niet wat ik moest aanvangen met mezelf. Dus heb ik mijn dokter gebeld. De situatie uitgelegd. Ik ben er naartoe gegaan. Bloed afgenomen. Dezelfde dag ging ik me bellen met de resultaten van mijn bloedafname. Die avond heb ik zij dus proficiat aan de telefoon dat het inderdaad al positief is. En zei ze dat mijn HCG, dat zijn zwangerschapshormonen, was super hoog. HCG in het begin van een zwangerschap zou ongeveer in de honderden moeten zitten. Maar bij mij zat die bij 19.615. En ik zei, ja, wat betekent dat dan? Of je bent al een tijdje zwanger zonder dat je het door had. Achteraf bleek ook dat het gewoon een tweeling kon zijn. Of het kan ook zijn dat het vruchtje op een verkeerde plaats of zo gelegen is. En dan moet het, dat is dan niet zo goed. Moest het volgens mij zelfs weggehaald worden en zo. Ze zei, daarom raad ik je aan om zo snel ook gewoon een afspraak te maken bij de gynaecoloog. Normaal is dat nu nog niet. Maar moest er iets mis zijn, dan weet je dat al en dan is het goed om er snel bij te zijn. Ik heb me niet meteen zorgen gemaakt of zo, omdat ik door had van ja, het is eigenlijk inderdaad wel zo dat ik al een tijdje mijn regels niet heb. Ik heb toen ook niet eerder getest gewoon omdat ik dat helemaal niet door had, daar helemaal niet bewust mee bezig was. Ik was nog maar pas gestopt met de pil begin september. Als je al die verhalen hoort van mensen die proberen zwanger te geraken en dat lukt niet, een paar maanden niet, een paar weken niet, soms een jaar niet, soms 2 jaar niet, soms zelfs langer. Dus ik had nooit gedacht dat het zo snel prijs zou zijn, omdat ik gewoon al zo lang de pil neem. En de pil staat bekend voor de vruchtbaarheid van de vrouw af te doen nemen. Ik heb ook niks gevoeld, want ze zeggen toch vaak, als je zwanger bent, dan weet je het gewoon. No, in mijn geval dus niet. Toen ik naar haar geweest was rond de middag, had ze al vast gezegd dat ik bijvoorbeeld niet meer alle kaas mag eten. Het moet gepasteuriseerd zijn. Of nu kaas. Ik ben echt een kaasfreak. De reden, de enige echte reden waarom ik nooit veganistisch zou kunnen worden, is omdat ik zo ben op kaas. Ik ben vegetarisch al sinds 2017, maar ik zou veganistisch omwille van kaas dus niet kunnen worden. En geen rauwe groentjes, ik dacht gewoon, oh nee, wat moet ik dan nog eten? Ja, ik ben vegetarisch, ik eet heel graag salades en zo. Dat mocht dan niet meer. Ik mocht de kattenbak niet meer verversen. Ik heb 2 katten thuis. Het heeft te maken met toxoplasma of zoiets. Je kunt een bepaalde bacteriën of virus krijgen, waardoor er afwijkingen kunnen zijn bij je baby. Sinds dat ik ziek ben, heb ik beter altijd de kattenbak laten verversen. Laat ik het uitgelegd om hem dat eens een keer te laten doen. Want sinds we de kat hebben, heb ik dat elke dag 2 keer gedaan. Nu heb ik hem dat laten doen. Ik vond het niet zo leuk hoor. Maar nu moet hij dat dus altijd doen. Vrijdag om 9 uur 's ochtends heb ik gebeld. Heb ik de situatie uitgelegd. Dus we hebben de bloedresultaten bekeken. En ze gingen mij terugbellen. 3 minuten voor 7. Toen hebben ze me gebeld dat ik een afspraak had maandag om 9 uur 's ochtends. Ja, ondertussen weet Betula nog altijd niks. Hè. Donderdag heb ik een verrassing gedaan voor Betula om hem te vertellen dat er een baby op komst is. Ik heb dat op een leuke manier geprobeerd te doen. Ik heb leuke dingetjes gehaald. Maar het was een heel emotioneel moment. Ik heb niks anders gedaan dan wenen.
En ik was heel gechoqueerd, heel verrast en super blij. Ik had zo een rompertje, een knuffel, sokjes, een boek met help, ik word papa. De zwangerschapshandleiding van hoe je groei. Een kaartje klaargelegd voor de verrassing. En op dat kaartje stond eerst een tekst en dan: je hebt al een date met mij op maandag om 9 uur 's morgens. Toen met al die spulletjes ben ik gaan halen in Wolf. Ja, ik ben niet bekend met babywinkels, dus ik had opgezocht babywinkel en er kwam ergens een baby uit in Wolf. Ik hoop dat ik het goed zeg, anders zal ik het hier verbeteren. Er was ook eentje Paal en een Bosburg. Maar ik dacht, ja, daar ga ik niet naartoe gaan. En wat als er iemand is die mij kent? Want dat is allemaal in de buurt. Ik dacht, als ik iemand tegenkom, dan is het allemaal verpest. Dat ga ik echt niet riskeren. Dus ben ik helemaal tot Mol gereden. Onderweg terug ben ik in Leopoldsburg bij de standaard boekhandel gestopt. Voor die twee boeken. Ik was eigenlijk op zoek naar help. Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt, maar die was er niet. En dan ben ik naar huis gegaan en de verrassing uitgevoerd. Dan zijn we maandag samen naar de afspraak gegaan. Het was een inwendige echo. En we hebben meteen het vruchtje kunnen zien. Dat begon al echt op een baby te lijken. Dat een rompje en een soort van hoofdje. En het hartje was aan het kloppen. We zagen dat hartje gewoon de hele tijd zo tikken. Wow. Ik hoor van mensen altijd dat wanneer ze het hartje van de baby zien kloppen voor de eerste keer, dat ze dan super emotioneel worden en dat het een heel bijzonder moment is. Het is natuurlijk heel bijzonder. Het is niet dat ik daar heb zitten huilen. Wat ik nog niet heb gezegd is dat ik te horen kwam dat ik waarschijnlijk op dat moment 7 weken ver was. Op 2 augustus 2021. Want ik kleuterjuk ben, zeg ik altijd dat ik het zo jammer vind als kleuters in de zomer jarig zijn. Omdat een verjaardag vieren in de kleuterklas voor de kindjes natuurlijk overal echt huid van huid. Misschien wel het grootste evenement van het jaar voor hun, het belangrijkste moment waar ze zo hard naar uitkijken. En natuurlijk, kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, die worden ook gevierd. Net voor de vakantie of net na de vakantie. Ja, dat is toch... Ik weet niet, als kleuterjuf ervaar ik dat toch anders dan kinderen die echt op de dag jarig zijn, dat ze het ook in de klas kunnen vieren. Maar maakt niet uit. Het is heel dubbel. Een grote angst ook. Het is niet alleen blijdschap, angst voor wat er gaat komen, angst. Over het feit dat je lichaam gaat veranderen. Ik ben altijd een heel sportieve type geweest. Ik heb, sinds dat ik 5 jaar was, heb ik eigenlijk heel mijn leven heel veel gesport. Een 10-15 jaar heb ik 26 uur per week gesport. Dus ik was altijd wel bezig met sport en fysiek. En ik was altijd, ik ben nooit echt dik geweest of zo. Alleen toen ik een babytje was. Zodat ik expeer omdat ik zo dik was. Maar voor de rest, ik ben altijd zo slank geweest. Zoals nu. Op dit moment is het maandag 21 december. Nog steeds weet niemand het, alleen mijn man. Ik hoorde van mijn collega's dat er zijn die zich niet goed voelden. Dat ze koorts heeft gehad, dat ze haar geur en haar smaak is verloren en dat ze zich ging laten testen. Wow. Toen begon ik natuurlijk schrik te krijgen. De volgende dag kwamen we te weten dat ze positief ging. Op coronatest. Een kleuterjuf. We hebben trouwens op school een kleuterblok waar alle kleuterklassen zitten. Een andere collega heeft zich ook laten testen. Dan kwam het weten dat ze ook positief is. Ik heb dan ook meteen een afspraak gemaakt en ik mocht mij dezelfde dag nog laten testen. Ze geven u dus heel rare uren omdat ze per 3 minuten werken. Ook al duurt het zo lang niet. En ik dacht, ja, als ik me laat testen, ik weet het wel, want ik begon zich ook al niet zo goed meer te voelen. Ik begon ook lichtjes koorts te krijgen en hoofdpijn. En we beschreven dat als precies alsof je brein, alsof je hersenen zwemmen in een sop water. Het was heel raar. Hoofdpijn, maar hoofdpijn dat heel anders voelde dan anders. Ik was super bang voor die test. Ik ben zo kleinzerig, maar het is wat het is. Ik was echt bang. En Pietel is dan niet gekomen, heeft mijn hand vastgehouden. Ik heb ook gezegd tegen die persoon die de test van mij afnam: als het
alsjeblieft, kunnen we heel voorzichtig zijn. Toen heeft ze mij gerustgesteld en ze heeft verteld hoe het te werk ging gaan en zo. En dat ik niet mocht bewegen. Ze zei, het gaat niet echt pijn doen, maar het gaat een heel verveeld gevoel zijn. Een kriebelig gevoel. Alsof je jeuk hebt of alsof je precies te veel water zo in je neus hebt dat het zo licht is brand. Dus gewoon hoofd naar achter. Hand vast houden mijn man. En ze hebben dan een soort oorstopje in mijn neus gestoken tot aan het einde van mijn neus. En dan ben je gedraaid. Het was zo snel voorbij. Ze zei, je gaat traagjes krijgen automatisch. Zelfs dat is niet gebeurd bij mij. Het heeft echt geen pijn aan. Het viel echt reus mee. Het was echt binnen een paar seconden gedaan. Maar ik had wel heel hard de handen van mijn man gekniepen. Rustig nu zo, rustig nu zo. Ondertussen was ik kei rustig, hè. Met mijn hand. Ik heb niet echt goed doorgeknepen. En we kwamen allebei ons resultaat de volgende dag te weten. Bericht gekregen van contacttracing. Niet veel later hadden ze me al gebeld. Uiteindelijk allebei te horen gekregen op positief waren. Zowel ik als mijn doen. Moet je alle gegevens opgeven van jezelf? Met wie je in contact bent geweest? Raad alles nog eens wat je best moet doen thuis. Wat bijvoorbeeld best niet dezelfde wc gebruiken als dat mogelijk is. En als het wel moet, dan moet je goed ontsmetten, een masker dragen in huis. Mind you, dat ik al die tijd super gestrest ben. En dat is natuurlijk niet gezond voor mij, maar voor de baby ook niet. Positief getest, dat is super erg. Aangezien ik zwanger ben, maak me natuurlijk zorgen. De huisarts zei, er zijn nog geen bewijzen of onderzoeken gedaan dat aanwijst dat het schadelijk kan zijn voor een baby. Tot nu toe niet vastgesteld of dat het erger is voor u als zwanger. Zou op dit moment nog niet vastgesteld zijn. Maar ja, het coronavirus is er in België sinds maart 2020. We zitten in december 2020. Er zijn natuurlijk al baby's geboren in die tijd, maar hoe weet je dat het inderdaad geen negatief effect heeft wanneer een baby geboren is en binnen een aantal jaar dat er niet bepaalde ziektes uit doorkomen of afwijking. Dus ja, dat was niet zo fijn nieuws. Twee keer positief getest, één keer op een zwangerschap en één keer op een coronatest. Maar ik voelde mij niet ziek meer, al lang niet meer. Het was echt heel kort. Ik heb wel mijn geur verloren. Op het moment dat ik dit film, weet mijn familie nog altijd niet dat ik geurverlies heb gehad. Dat ga ik achteraf wel zeggen, want ze maken zich enorm veel zorgen. We zitten in een soort van lockdown. Natuurlijk, ik zit in quarantaine, weten we ook. We zien niemand. We verlaten het huis niet, zelfs niet om te wandelen. Ik wil niemand bezorgder maken dan dat ze al zijn. Ik ben van de hele familie nog maar de tweede persoon die positief getest. Dan weten we al een derde. Oma was aan het wenen aan de telefoon. Mama was emotioneel, papa was emotioneel. We hebben een video gebeld, zodat ik wou laten zien dat ik me goed voelde, dat er echt niks meer aan de hand was. En dan werd opa wakker, hebben ze me nog eens een video gebeld, was hij ook aan het wenen. En als opa weent, dan breekt mijn hart. En als hij weent, dan heeft iedereen het moeilijk. Nog steeds lichtjes geurverlies, maar die is ondertussen begint terug te komen. Gelukkig. Dan heb ik echt niemand meer gezien, ik ben altijd thuis geweest. Jawel, twee familieleden zijn heel kort binnengesprongen. En die heb ik wel al die tijd persoonlijk gestuurd van kijk, zo en zo, dit is er gaande, ik voel me niet zo goed. Maar jij bent bij mij geweest, wees op de hoogte, wees voorzichtig voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Ga niet in contact met andere mensen enzovoort, totdat het allemaal bekend werd. Maar bleek dat ik ook mijn schoonzusje Leila twee keer ben gaan halen van het werk. Eind goed, al goed. Ze hebben zich alle drie niet slecht gevoeld of zo. Gelukkig negatief. Een grote geruststelling. Ik heb het wel overgedragen aan mijn man. Mijn familie weet niet dat ik zwanger ben en we zijn van plan om het bij nieuwjaar te zeggen. Moest ik geen corona hebben en moest ik het huis mogen verlaten, dan had ik het al lang tegen mijn man en papa gezegd. Ik wil dat natuurlijk ook niet via mijn gsm doen. Ik wil natuurlijk live de reactie zien. En hoe blij dat ze zijn en de traantjes waarschijnlijk niet gaan vloeien en zo. Ik wil dat allemaal live meemaken. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Mijn buik rond, ik heb honger. Ik heb moeite om te zeggen, mijn kindje, mijn baby mag uiteraard niet klagen. Blessed, I know. Maar Petula, nog wel een langere kindje. Al mijn leeftijdsgenoten, of zelfs jongeren, hebben minimum één of meerdere kindjes. Zo
zit er een kleuter in mijn klas. Mama ervan heeft bij mij in de klas gezeten. Die is even oud als mij. Die heeft 4 dochters. En echt iedereen die ik ken heeft al gewoon kinderen over het algemeen. Iedereen heeft nog blijer dan mij, denk ik. Want nu ik 30 ben en weet wel 32, heb ik al mij al vaak genoeg gehoord van mensen. En dier en vechter is aan. Ik ben zo oud en ik heb zoveel kindjes en die zijn zo oud. Als jij kinderen wilt van deze leeftijd, dan gaat je al zo oud zijn. En ook mensen die er toch vaak iets over zeiden. En ik weet dat het allemaal goed bedoeld is, maar het is niet zo leuk. Iemand erin dat er zo lang gewacht. In andere mans ogen is dat lang gewacht, in mijn ogen niet. Maar we zijn in 2017 getrouwd. Het was 2020, 3 jaar dus. De reden dat het ook niet eerder kon gebeuren voor mij niet, is omdat ik gewacht heb om geadmeerd te worden. Zodat ik wat meer werkzekerheid heb in het onderwijs. En dat is gelukkig ondertussen zo. Ik ben officieel sinds september geadmeerd, maar vorig jaar, juni of zo, is dat al bepaald geweest. Dus vanaf toen was ik al kan gerust. Maar ja, nu met de coronacrisis hoop ik dat tegen dat baby komt, dat het allemaal weer normaal is. Maar er is licht aan het einde van de tunnel, hoop ik. Maar vandaag heb ik dat gevoel alweer niet, want vandaag stond op het nieuws dat er een nieuw soort virus ontdekt is, een andere variant. Die zou zich 70 keer sneller verspreiden en gevaarlijker zijn. 2020 is een mooi getal. Wat een mooi getal is, zo verschrikkelijk was het jaar zelf. Laten we eindigen met een positieve touch, positieve noot. Ik ben nu 8 weken. Ik zal misschien eens lezen wat er in de week 8 allemaal gebeurt. Ik heb de zwangerschap plus app. Als ik op vandaag druk, dan staat er hogere speekselproductie. Ik ben echt super dankbaar en super blij dat ik tot nu geen misselijkheid heb ervaren. Niks heb ervaren buiten dat ik me bloated voel, opgeblazen voel, heel weinig eetlust. Want als ik begin te eten, heb ik al heel snel genoeg. Maar ik heb daardoor wel vaker honger. Dus ik eet vaker, maar heel weinig. Ik drink ook veel water. Dat was al mijn derde, mijn vierde glas. Grote glas water. En ik weet dat dat niet extreem veel is, maar voor mij is dat heel veel. Je baby. De grootte zal op dit moment, normaal gezien, de lengte 2,3 zijn, 2,3 centimeter. Week 7 was hij nog maar 1 centimeter. Gewicht 2 gram. Deze week ontwikkelen de voortplantingsorganen van je baby zich tot testicles of eierstokken. Oh my god. Welk geslacht van je baby al bij de bevruchting is bepaald, nemen de geslachtskier nu pas 1 van beide vormen aan. Als je graag al het geslacht van je baby wil weten, moet je nog even geduld hebben totdat het op een echo te zien is. De meeste geslachtsbepaalde echo's worden pas vanaf week 17 uitgevoerd. Tussen haakjes. Toen ik bij de gynaecoloog was voor mijn eerste echo, hebben ze ons geïnformeerd over de NIPT-test. Als je die test laat doen, kom je al te weten of het een meisje of een jongen is. In Nederland wordt dat niet vermeld. Er stond een taartje dat eerst uit slechts 2 kaarten bestond, heeft zich nu ontwikkeld tot een perfecte mini-replica van een volwassen haar. Je voelt je nog niet, maar je kleintje beweegt al. Je hebt nu ook je tweede menstruatie overgeslagen. Ik ga de video hier om te afsluiten. Ik hoop dat alles goed verloopt, dat iedereen gezond is. De baby ook en ik ook. En iedereen in de wereld ook. Het is allemaal goed geweest, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Een van de redenen dat ik dit wil opnemen is voornamelijk voor mezelf. Om dit allemaal nog te weten. Als er een tijd voorbij strijkt, want er gaat veel gebeuren, veel veranderingen, veel evoluties. Het is gewoon leuk voor jezelf om dit bij te houden. En ik doe dat graag op basis van beeldmateriaal. Ik doe veel meer met beeld dan dingen op te schrijven. Een soort dagboek, een babydagboek, misschien moeten we het ook zo noemen. Misschien is het ook leuk om mijn ervaringen te delen met andere mensen die er dan misschien iets aan hebben. Dat was het. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie misschien de volgende keer weer.